Laura De Loze, vandaag was het bekerfinale Lierse-Anderlecht. Hoe is het gelopen? Niet zoals verwacht eigenlijk. Ik denk dat we nu allemaal juist kei teleurgesteld zijn dat we toch niet hebben kunnen winnen. De eerste helft was echt niet goed van ons en met drie van achteren was misschien... Ja, we lieten het een beetje hangen, dus een tweede helft ging een beetje beter, maar het ging nog altijd niet zoals we echt hadden. Ja. De goal vlak voor de rust, is dat het doelpunt dat jullie dooddoet? Ja, ik denk het wel, omdat we zijn ook een vrij jonge ploeg, dus we hebben onze kop een beetje laten hangen, terwijl dat we eigenlijk nog konden winnen, omdat we maken dan de 2-1, de 2-2 was ook nog mogelijk. Dus ja, ik denk dat we daar meer gebruik van moeten maken in de tweede helft na onze goal. Ja. Je hebt de voorbije weken je hebt gespeeld met de nationale ploeg in Engeland, daar een goede match gespeeld, dan op dinsdag tegen Estland. Was dat zwaar om dan vandaag die bekerfinale nog te spelen? Ik ben dat niet gewoon om zoveel matchen in een week te spelen, dus dat was wel zwaar, maar ik kan niet zeggen dat daar al ligt. Dus, ik had geen zware benen of zo, ik heb gisteren goed gerust, dus het ging wel goed. Engeland was een stevige match, moeilijk ook? Ja, dat was zeker een fameus niveauverschil. Dus dat was tot even wennen om daar te starten dan. Ja. Het ging wel goed dan voor jou? Ja, het ging goed af, omdat de ploeg steunde me ook goed. Dus, fysiek kun je dat aan, hè? Toen kon ik dat toch aan, ja. De bekerfinale zit er nu op. Vrijdag zijn het de play-offs die verder gaan. Het is opnieuw tegen Lierse. Moeilijk? Moeilijk. Ik denk dat iedereen wel de motivatie heeft om Lierse nu in te maken na vandaag. Dus we gaan er vol voor gaan. Ja. Jullie moeten nu voor de titel gaan, hè? Ja, dat is toch ons doel nog dat we gaan hebben voor van het jaar, ja. Ja. En voor jou? Hoe ziet het vervolg er ook nog uit? Dan nationaal ploeg opnieuw op het einde van het jaar? In juni is er nog een match in Estland. Die match dan nog. En daarna is het even rust daar ook mee, tot in september. Maar intussen zijn ze gewoon goed werken. We zien hem daarna. Ja. Oké, dankjewel. Veel succes nog. Merci. Dankjewel.